wil... ik wil bestuurslid gaan worden van Frontier. 22 november is die verkiezing. Oh, goed. Dus iedereen stemmen. Kom daar naartoe en kies op mij. Ja, kies Vasilis. Nou ja, de stemprocedure is zo dat iedereen die zich kandidaat stelt, dat die bijna wel zeker gekozen wordt. Of je moet echt een heel slecht verhaal hebben. Oké. Okay. Maar goed, het is natuurlijk altijd leuk om overweldigend gekozen te worden. Ja. Maar goed, wat ik wil bereiken, ik wil twee dingen doen. Ik wil één, onderwijs wil ik verbeteren, maar dat staat hier even los van. Dat gaat wel, dat komt wel goed. En ik wil graag inderdaad de samenwerking tussen de verschillende disciplines wil ik gaan. Dus de wisselwerking, dat mensen elkaar weten te vinden, dat je ideeën van elkaar opdoet. Nu zijn heel veel, vooral design. Het is heel erg versplinterd in verschillende vakgebieden. Je hebt visual designers, interaction designers, UX-specialisten. Daarin heb je weer allemaal gradaties van soorten specialisten. Je hebt front-end developers. Binnen front-end development begin je zelfs ook alweer. Verschillende specialisten beginnen zich... Specialisaties beginnen zich af te tekenen. Is dat wel goed eigenlijk? Aan de ene kant wel. Hè. We worden gewoon beter in ons vak. Ja. Maar krijg je dan niet dat je als specialist ook gelijk het grote plaatje wat meer uit het oog Nou ja, en dat is wat ik een beetje vind, dat wat er gebeurt. Dat inderdaad de specialisten die kijken nogal naar zichzelf. En als je naar Frontiers kijkt bijvoorbeeld, dat is voor front-end developers. En dat is heel erg op front-end developers gericht. Ja. Alleen maar. Terwijl ik denk dat wij heel veel kennis hebben die super interessant is voor de vakgebieden die er om ons heen liggen. Zoals design, interaction content. Designers, ja, content, ja. Developers. Super interessant. Maar andersom ook. Er is heel veel informatie die we bij designers moeten ophalen waar wij heel veel aan hebben. Bijvoorbeeld het idee over die grids en over het responsive maken van grids. De oude... typografische ideeën, dat is gewoon heel erg goed om die bij klassiek design vandaan te halen. Ja. En dat kan zo, ook. Dat geldt eigenlijk ook voor content. Want daar zie je ook dat steeds meer bedrijven die zeggen van, ja, wij vullen onze website maar een beetje, maar we weten eigenlijk niet hoe we dat het beste kunnen aanpakken. En dan gaan mensen hele nieuwe ideeën verzinnen om dat te doen, terwijl het al een hele tijd bestaat. Ja. Het schrijven van boeken, kranten, magazines, etc. Ja, ja, ja. Dat bestaat al jaren. Ja, ja, en is extreem succesvol. Hè? Ja. Dat is een van de weinige dingen die, hoe noem je dat? Een van de weinige verdienmodellen op de wereld die ook nog van zichzelf geld verdienen, dat zijn boeken. Dat zijn mensen die alleen maar met het schrijfsel geld verdienen. Ja. En dat is, ja, dus daar moet echt van geleerd worden. Ja. Dat kan ook van geleerd worden. Maar wederzijds ook. Ja. De boekenbranche kan heel goed leren van de webbranche. Absoluut, ja, zeker. Of van de online branche. Of van, weet je, maar inderdaad, klassieke boekvormgeving. Heel veel dingen daarvan zijn echt wel toe te passen in mooie designs. Ja. Dus die wisselwerking, dat is iets waar ik, nou ja, sowieso al heel erg lang ben ik daarmee bezig. Maar nu wil ik daar vanuit een wat invloedrijkere positie wat aan gaan doen. En vooral een positie waar ik heel veel kan delegeren. Waar ik lekker zelf helemaal niks hoef te doen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat is weer de Griekse invloed precies. Die daar een rol speelt. Ik was ooit runner voor een serie, een tv-serie. Ja. En toen... Als runner en in de film, dan werk je echt keihard. Hè? Dat zijn dagen van 18 uur, 6 dagen in de week. Dus keihard werken. Maar daar is een soort van trots in die filmwereld. Van, dat doen we. We werken keihard. Dat is sowieso ook in Nederland is dat wel zo. Hè? Uh-huh. En in Amerika heb je echt wel die arbeidsethos van het is goed om keihard te werken. Precies, ja. En ik was toen tijdens die opnames had ik één weekje vrij. En toen was ik even naar Griekenland gegaan mijn familie te bezoeken. En toen kwam ik daar bij een oom van mij. En ik vertelde hem vol trots inderdaad hoe hard ik aan het werken was. En hij zei,
Wat heb ik je al die jaren geleerd? Je bent een schande voor de familie. Ik heb je altijd geleerd om niks te doen. En wat doe jij? Cultuurverschil. En hij heeft toen eigenlijk... Ja, dat was inderdaad wel een goeie. Ik ben inderdaad weer... Dat is alweer 10 jaar geleden, hoor. Dat ik daar runner was. Misschien wel langer alweer. Ja. Maar daar... Dat is wel een hele goeie.